De mobiel van Giel. Ja, 7:15. Hij was gisteren bij René Karst. Adje voor de sfeer. En de grote vraag is, wie heeft hij hem gegeven? Wij weten eigenlijk niks. Geen foto, geen filmpje, geen aanwijzing. Helemaal. Goedemorgen. Hallo, een beste morgen zelfs. Een hele beste morgen inderdaad. En met wie spreek ik? Mag ik dat al zeggen? Ja, doe maar. Ik ben Chris, van de hoofdredacteur van FHM. Damn, Chris. Ja, jij zit er weer middenin. Ja, dat heb je donderdag goed in de gaten. Dat is, ik weet niet of jij tussenstanden kan zien, maar wij hopen gewoon heel erg dat Celine, onze Veronica Beep, onze chick, zou kunnen zeggen, dat die een beetje hoog komt dit jaar. Weet je, kan je dat al zien? Of, Ja, ik heb wel inzicht in enige peilingen, inderdaad. Maar Celine is... Die staat altijd wel hoog trouwens. Oké. Okay. Maar het ziet er goed uit, ja. Die is lekker aan de opmars bezig. Nou, dat is mooi. Ja, het is, ik vind het een festijn. Heb je elk jaar... Zeg maar, het om gaat. Oh, sorry. De FHM-verkiezing voor de mooiste vrouw van Nederland. Ik zat gelijk in een website en was afgeleid, want ik zie al die kop en zo. De FHM 500. Ja, is het zo dat jij elk jaar je meer moet verantwoorden en uitleggen dat het echt wel moet kunnen, een vleeskeuring anno 2019? Valt op zich wel mee. De meeste, ik heb ook dit jaar gevraagd aan meerdere vrouwen, zoals Katja Schuurman en Kim Veenstra. En die zeggen ook van, maar dan zou je ook wel kunnen stoppen met een Sports Illustrated of de Victoria's Secret Fashion Show. Waarom, dan zou dat ook niet meer mogen, zeg maar. Ja, dus ik ben het eigenlijk helemaal mee eens. Het is vieren de schoonheid van de vrouw. Het is allemaal heel positief en vriendelijk bedoeld en... Ik denk gewoon dat het een hele leuke, mooie verkiezing is. Je noemt Katja al eventjes. Dat ziet er veelbelovend uit. Want je hebt haar voor een soort naaktshoot weten te trekken, begrijp ik? Ja, klopt. Wij hebben de campagne afgetrapt met een heerlijke behind-the-scenes video van Katja Schuurman. En de fotoshoot die bewaren we nog even voor in het blad. Maar ik kan wel verklappen dat die... Zeer interessant is. Maar is het echt naakt? Nee, het is niet volledig naakt, maar het is wel gewoon super sexy. Ja, ja. Nee, dat begrijp ik. Het is niet playboy naakt. Nee, dat is nee, maar dat zou gek zijn, want dat is niet wat FIM is. Inderdaad. Oké, en was jij mee dan ook naar zo'n tropisch eiland? Of hoe? Want ik zou zeggen, als ik de hoofdredacteur was, ik had het wel geweten. Ja, daar moet je wel bij zijn natuurlijk. Was je toevallig ook de fotograaf en was er verder niet meer anders? Ja, precies. Nee, ik hoef de fotograaf niet te zijn. Hoor. Daar hebben we dit jaar een hele goede voor ingeschakeld. We hebben een samenwerking met Jasper Suik. Hij gaat in totaal 5 shoots fotograferen. En waaronder de winnares en Katje Schuurman dus. Die kan ik al wel verklappen. En nog 3 anderen. Okay. Ben ik toch benieuwd. Mag ik eens vragen. Voor die FHM, de mooiste vrouw van Nederland. Zijn er dan ook dames die zichzelf melden? Of die zichzelf een beetje opdringen bij jou? Van, zet mij lekker hoog. Dan heb ik wel een leuk cadeautje voor je of zo. Oeh. Nou, dat laatste niet per se. Maar je merkt het wel bijvoorbeeld dat je in één keer op Facebook vriendschapsverzoeken krijgt. En gevolgd wordt door bepaalde vrouwen op Instagram. Dat merk je op zich wel. Maar niet echt dat ze het zo concreet zeggen van... Hey, hoe is het? Nee, ja, we hebben het daar vorig jaar ook wel over gehad, kan ik me herinneren. Instagram, jongen, I love it. Want daarmee is er gewoon weer een heel blik nieuwe chica's open... getrokken, eigenlijk. Dat is echt niet normaal eigenlijk. Dat is echt een enorme oceaan van mooie vrouwen. Ja, maar ook moeilijk. Ik bedoel, ik weet niet... Ik kan jezelf al wat tips geven. Ik zit ook vaak gewoon over Instagram te grasduinen. Maar tips zijn altijd welkom. Je moet maar wel eventjes zo'n selectie maken, want zo is het wel, toch? Ja, klopt. Maar we hebben een heel leger van scouts en... gedurende het jaar dan maken we gewoon een shortlist die we dan deze periode gaan we die benaderen en profielen op de site zetten. Dat is nu al allemaal gebeurd, maar eigenlijk ben je daar constant het hele jaar wel mee bezig. Niet dat je dan heel
heel hard zitten zoeken of zo. Nee. Maar dat gaat allemaal vanzelf, ja. Je kan het zien op fm500.nl. Daar kan je ook stemmen. Of dat wil zeggen, daar kan je gewoon delen dat jij iemand de mooiste vindt. En daar gaat het om. Klopt. Ja, nou ja, wij gaan zeker nog contact hebben, zou ik zeggen, op het moment dat dat event is. En het leuke vind ik nu al eigenlijk, Chris, is dat jij kent mensen. Ik bedoel, ga hem nou niet, weet ik van een of andere collega blademaker geven of iets. Laten we dan ook wel een beetje dat ik morgen, een mogelijke top 10 kandidaat heb, bijvoorbeeld. Ja, we gaan wel even een goede vervanger of opvolger zoeken voor de Giel-mobiel. Ik heb nu al zin in morgen. Maar ik vond het met jou ook leuk, Chris. Fijn dat je er gezellig.